Deze zomer ga ik op zoek naar het allermooiste feestje. En vandaag ben ik uitgenodigd door Michel. Hi Emma, mijn naam is Michel en ik wil jou uitnodigen om met mijn twee beste vriendinnetjes Ela en Chloe mee te gaan naar een Milkshake Festival. We gaan daar gewoon lekker knap doen en daarom is dat het allermooiste feestje. Michel weet het zeker, Milkshake is voor hem het allermooiste feestje. Om daarachter te komen ga ik natuurlijk op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. Maar eerst de taak om Michel te vinden in de regen en de kou. Milkshake begon in 2012 als het festival voor boys who love girls, who love girls, who love boys, who love boys. Een festival voor iedereen dus, waar niets moet en alles mag. Dit is alweer de 9e editie en het belooft een mooie te worden, met maar liefst 9 stages waar voor ieder wat wils is. Hallo! Hoi! Einer! Yes! Michel! 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 Hey! Daar ben je! Kijk, het werkt gewoon. Zo, we zijn er. We zijn er. Verzopen en wel, maar we zijn er, meid. Wij zijn hier natuurlijk omdat jij ons hebt uitgenodigd, want dit is jouw allermooiste feestje. Klopt. Dus dan ben ik benieuwd. Vertel mij, waarom? Ik vind Milkshake het allermooiste feestje, omdat bij Milkshake eigenlijk alles samenkomt en er is voor iedereen een plekje. Het is eigenlijk een festival for all who love. Dus voor iedereen die elkaar lief heeft, is dit een festival en that's why I love it. Want ik heb ook wel het idee dat de fashion game een belangrijk onderdeel is van dit festival. Ja, dat zou je wel zeggen. Het regent natuurlijk nu, maar je moet wel even je lekkere outfitje aan. Ja, dan gaan we denk ik maar even naar die verplichte versnapering, of niet? So let's go. Volg jullie. Loop maar, loop maar. Ik vind dat zij een leuk outfitje aan heeft, want het is zeg maar niet zo, oh kijk mij, maar dat is haar power. Het is zo noncha dat zij in haar stilte zegt, oh kijk wel naar mij meid. En als je het nou even op de schaal van 1 tot Milkshake gooit? Oh, ik zie dat ze geen BH aan heeft, dat is een 8. Kijk nou, de hele army. Ja, weet je, zoveel mannen met rokjes en zo, het is zo leuk allemaal. Ik heb mijn tanktop van mijn beste vriendin aangedaan en ik zou het normaal nooit doen, maar toen dacht ik vandaag, fuck it. Kijk, dit is goed hè. We hebben lekker bloot, we hebben een lekker shimmertje, we hebben een rainbow, we hebben een glitter. Super Milkshake, dikke team. We willen zon. We willen zon. Het is nat, het regent, we hebben Michel gevonden en dus is het tijd voor de verplichte versnapering. Wat gaan we drinken? Oh, we gaan drinken. Gewoon een wijntje. Een wijntje will do. Always een wijntje will do. Oh, een wijntje, een wijntje it is. Een wijntje. Let's go to the wijnbar. Bij deze de verplichte versnapering van Michel en zijn, hoe noem je je crew? The baddies. Wat zijn de baddies, darling? The baddies. Oké. Michel en de baddies. Dat klinkt... Ja, zo. Zijn we dat niet aan? Ja. Ja. Oké, okay, nou, cheers. Cheers, meiden. Cheers! Oké, okay. Let's go. Ja, dat is gewoon wijn. Dat is gewoon prima. Waarom is vandaag jullie allermooiste feestje? We zijn hier nog nooit geweest. En? Het is even wennen. Ik vind het heerlijk hoe vrij iedereen is. En hoe iedereen gewoon zichzelf is. En het is allemaal oké. Okay. Veel verschillende podiums. Veel verschillende muziek voor ieder wat wils. Sin palabras, este festival is maravilloso. Sí. Sí. Nee, mijn verjaardag is mijn allermooiste feestje. Ik maak een grapje, het is het allermooiste feestje ooit. Iedereen is zo vrij, weet het zichzelf. Iedereen danst en lacht. Het is echt heel mooi om te zien. Als je over straat loopt en je ziet er homo uit, of je loopt hand in hand, dan heb je toch zo vaak nog mensen die zeg maar, je aanvallen of naschreeuwen. En hier weet je gewoon echt, iedereen is er met een goede reden. Want geen enkele homo-hatende man gaat 100 euro neerleggen om hier te staan. I like boys, I like pets, like them arms when they flex. Like that print in them sweats. Tell them girls, thank you next. I like when they text me, texty pics of them. Like them abs when there's 6 of them. Tell them girls, I'm sorry. I like boys, mama, boys like me. In the Gloria, in the Gloria, in the vagina. Hiep, 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 hiep. Oké. Doei, doei. De sfeer is op gang aan het komen. Maar wie zou jij nomineren als de gangmaker van jouw vriendengroep?
Mag ik een gedeelde plek? Gooi maar. Gedeelde plek tussen hun twee. Er zijn niet één, maar twee mensen genomineerd om de gangmaker van dit feest te worden. Dus kunnen we het niet anders uitvechten dan door een dance battle? Dames, take it away! Oh my god! Ik geef me op. Ja? Ze wint. Zij is de gangmaker van deze groep. Nou, dame, dan heb ik een trofee voor jou. De enige echte gangmaker. Net het leven, hè, zo'n reuzenrad. Alles komt voorbij. Hoogtepunten, dieptepunten. Gaze. Oeh, daar gaan we. Kelly, jij had een plan. Vertel me jouw plan. Oh, ik had nog een laatste beetje van mijn jonkel. En ik dacht, die gaan we oproken in het reuzenrad samen. Jij en ik. Hi, op het hoogste punt. Oké, de joint is aan. Het is een cocktail. Cocktail. Oeh, lekker. Oh, hij is lekker scherp. Hold on! Bye! Ik ben echt stoned nu. Dit was niet de bedoeling, sorry. Ah, mensen interviewen. Hup. Waarom vind je het fantastisch? Milkshake. Omdat het een spiraal is. Hij komt uit mijn baarmoeder. Oh, echt? Nee! Oh my god, echt? Ja. Nee! Oh, fantastisch! Kan ik dat ook doen? Ja! Als ik hem eruit heb. Je moet gewoon vragen of je hem mee mag nemen. Geloof me, het doet ook wel pijn hoor, als hij gezet wordt. Met zijn ene bek, toch? Ja. Wow. Ja, dus ik ben blij dat hij nu in mijn oor hangt, kan ik je vertellen. Natuurlijk een hoogtepunt. En nu is het hoogtepunt een soort samenkomst van drag queens en gekte. Oké, we zijn nu op de heuvel. Het is sowieso al een hoogtepunt, kijk maar. Maar daarvoor waren we hier natuurlijk niet. Maar waar we wel voor kwamen is natuurlijk het hoogtepunt. En dat is, hoe kan het ook anders, vogen en nog eens vogen. Wat een hete lichamen. En ik zeg het altijd, je moet stoppen op je hoogtepunt. Wat ik vandaag allemaal heb meegemaakt was het VV'tje, witte wijn, kan beter. De gangmaker was ongelooflijk geil. En het hoogtepunt is niet alleen hoog, want kijk nou naar dit uitzicht. Het kent ook pieken, namelijk het dansen, wat ik niet kan evenaren. Dus dat ga ik ook niet doen. Ik laat het hierbij en tot de volgende.